Voorafgaand aan de wedstrijd van de PSV Vrouwen tegen Telstar werden een aantal speelsters in het zonnetje gezet. Aan PSV-kant waren dat Maurie van der Wetering en Myrthe Moraes. Zij scoorden eerder dit seizoen al eens het doelpunt van de maand. En bij Telstar waren dat Shelley Drost en Linda Bakker. En dat allemaal onder toeziend oog van de bondscoach Arjan van der Laan. PSV had wat geluk dat de concurrenten punten lieten liggen. En dus doen zij volop mee. Nog steeds om het kampioenschap. Telstar vinden we terug in de onderste regionen. En PSV laat meteen vanaf de start van deze wedstrijd zien dat het stukken beter is dan Telstar en al vroeg in de wedstrijd. Komt PSV op voorsprong door een doelpunt van deze Kika van S. De rechtsback krijgt alle ruimte om uit te halen. En even later hier een blessure voor Shelley Drost en dat kan PSV wel eens heel goed uitkomen. Zij is een beetje de aanjager van Telstar. Bij haar beginnen veel aanvallen. En Vanessa Susanna. Vandaag de spits begon in de basis voor de eerste keer, krijgt hier een grote kans. Leeuwarissa niet, Kolen geblesseerd, Kaleo ook geblesseerd. En dus kreeg Vanessa Susanna voor de eerste keer dit seizoen de kans vanaf de allereerste minuut. En PSV gaat gewoon vrolijk door met het creëren van kansen. Maar het afmaken, dat gaat niet altijd even goed. Evers leidt hier balverlies. Zij speelde omdat Maureen Sanders ziek werd in de warming-up. En dus zoveel noodgedwongen wijzigingen voor Nebojša Vukovic. En Telstar komt na rust steeds beter en beter in de wedstrijd. Dit is Linda Bakker. Scoorde dus al ooit het doelpunt van de maand. En hier heeft ze pech dat die bal niet over de achterlijn is gegaan. Dan Susanna. Kan haar basisplaats niet bekronen met een doelpunt. Melissa Evers doet dat wel. En hoe? Prachtig doelpunt. Van de linksback zou dus eigenlijk op de bank beginnen. Maar Evers doet dit geweldig. Prachtige goal. En zo PSV op een 2-0 voorsprong iets comfortabeler. Zeker in een fase waarin Telstar wat beter werd. Admiraal, een prima voorzet op de spits Katja Snoeys. En die bal is dan wel over de lijn geweest. Scheidsrechter Shukrula. Op het advies van haar assistent. Voorbij aan Christ. En Moermans is dan net, maar dan ook net te laat. En dus wordt het zomaar eens ontzettend spannend. Met deze 2-1 tussenstand van de Wetering. De voorzet op Susanna. En ook hier de pech. Wederom de pech voor Vanessa Susanna. Startte dus na deze actie meteen gewisseld. En hier een grote kans voor Telstar. En dat had de gelijkmaker moeten zijn. Maar Linda Bakker wederom met een grote kans, maar wederom geen doelpunt. PSV houdt stand. Veel druk van Telstar, maar in blessuretijd kan Michelle Hendricks er dan toch 3-1 van maken. Aan alle onzekerheid een einde. PSV wint met 3-1 door deze goal uit de kluts. Het was niet altijd even goed, maar het wint wel met 3-1 van Telstar. Ik denk vooral omdat wij de kansen goed afmaakten. Als je bijvoorbeeld in de eerste helft al meteen meer dan één doelpunt scoort, dan win je die wedstrijd best wel makkelijk, denk ik. En nou scoorden we maar één doelpunt eigenlijk in de eerste helft. En toen moesten we het in de tweede helft nog afmaken. En toen kregen we het eigenlijk nog best wel moeilijk dat hun die 2-1 dan scoorden. En ook bijna de 2-2. Maar gelukkig scoorden we die 3-1. Dus konden de wedstrijd gewoon over de streep trekken. Ajax, de koploper, wint ook haar wedstrijd. PSV doet dat dus ook. Het verschil blijft dus 5 punten. FC Twente, dat was deze speelronde vrij 3 punten achter, maar ook een wedstrijd minder dan PSV.